Ja, dit programma gaat een totaal andere wending aannemen. Want we zouden nu een gesprek gaan krijgen met Ruud Lucas, de senior account manager van Amco Flashlight. Maar je hebt je eerste belichten meegenomen. Ja. En Juri en ik, het is een soort reunie. Ja. Nee, je bent niks veranderd. Nee. 30 jaar. 30 jaar geleden, hè? Ja. Welke voorstelling was het nou eigenlijk? Wie plukt mij? Jeetje. Ja, het was mijn eerste. Ik was net een jaar bij Flashlight begonnen. Ja, je kocht mij weg. Ik kocht je weg? Ja, de oude slavernij had ik nog. Ja. Nee, maar je ging bij om mij werken en je was een fantastische beleid. Ja, nog steeds. Ja. Maar je maakte alles mooier dan het al was. En je ging steeds, je hield niet op. Nee. Tot het laatste, maar tot eigenlijk als om 8 uur begonnen, tot 5 of 8 was je nog bezig om het toch nog even perfect te maken. Ja, ik weet wel dat jij altijd wel door als ik weer iets anders deed dan anders. Of ik kwam in de pauze en zeg van, Juri, ben je... Vond ik het soms fijn, maar ook soms niet fijn? Het was, je had het door dat als er iets anders was. Ja, dat is wel... Ja, je nam nooit genoegen met een 7'tje. Althans, nee, je wilde altijd naar die volledige 10 gaan. Lucas, ik ga naar jou toe. Wat is jouw functie, senior account manager? Ja, dat, het geld. Ruud, zeg ik Lucas? Ja, maar ik bedoel niet. Ruud. Ja, maar er staat wel Ruud Lucas Luiks. Ja, dat klopt. Dat zijn twee achternamen. Ja. Oh, dus je achternaam is Lucas ook? Ja. Oké, okay, ja. Ruud. Ja, wat is een account manager? Jij neemt aan geld. Ja. Er zijn bedrijven die hebben werk nodig en die hebben dan weer mensen nodig die werk binnenhalen. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, en haal je veel werk binnen? Best wel. Ja. Maar dat ligt nu helemaal stil. Ja, ja. Dus wat er nu gebeurt is allemaal voor in de toekomst. Ja, en wanneer, over welke toekomst praat je dan? Welke... Nou ja, wat Noortje net zei, maart 2021 zou Lessers weer doorgaan. Dan gaat ook de teller bij ons weer lopen voor hun. Maar... Dat is een beetje waar in ieder geval Stage Entertainment zich op richt. Ja. Maar we hebben wel meer projecten die nu een beetje van de grond komen. Maar dat is allemaal nog heel kleinschalig. Kan je mij nou eens uitleggen wat zo fantastisch is aan een theater-event? Een theater-event... Moeten we eerst even uitleggen wat Amco Flashlight eigenlijk is voor bedrijf? Ja. Leg het eerst even uit. Ja. Amco Flashlight, dat zijn eigenlijk twee bedrijven die samengesmolten zijn. Amco was audio, hè, dus geluid. Flashlight, licht. En dat is samengesmolten een aantal jaren terug. En wij doen dus heel veel geluid- en lichtproducties tezamen. Ja. En dat is theater. Van oorsprong is Flashlight een theaterbedrijf. En Amco meer een popmuziekbedrijf. Ja. En dat is goed te combineren nu. Dat is goed te combineren. Ja. En live entertainment, dat wordt steeds populairder eigenlijk, hè? Ja. Omschrijf, wat doet dat met jou? Wat vind jij van live entertainment? Nou ja, wat ik heel leuk vind altijd is, waar ik het met Juri ook even over heb gehad. Toen hij bij jou in de zaal zat met zijn geluidsmixertje. Licht. Of sorry, met zijn lichtmixertje. Geluid wilde hij normaal door iemand anders. Ja, dat is Milko. Was Milko Vlieshout, ook al 70 jaar bij mij. Oké, nee, maar goed, wat Juri zei, het liefst zat ik in de zaal, dan maak ik het mee. En dat is ook wat ik vind, weet je wel, dat live. Dat is eigenlijk het mooiste van alles. Ja, want wat is leuk aan live entertainment om daar de lichtman voor te zijn? Het begint te leven als je 's ochtends aankomt met je vrachtwagentje en lege of zwarte dozen, kisten. En dat begin je uit te pakken. Je begint het aan te sluiten. En het begint in de loop van de dag. Komt er licht uit de lampen en er begint geluid uit de boksen te komen. En het groeit naar een voorstelling. En op die... Ja, bij een theatervoorstelling tussen 8 en 11 komt alles samen. En dat is het mooiste wat er is. Dat is, dan klopt het. Sprookje. Het sprookje, ja. Ja. Dat is, ik zit nu 30 jaar, was ik geleden bij begonnen. In die tussentijd heb ik niet anders gedaan. Dus het is gewoon, het is mijn leven. Ja. En wat ik altijd bijzonder vind, kijk, wij komen als acteurs komen hier later binnen, rond een uur, 4:30, 5 uur. En dan, jullie maken de eerste kennismaking met het theater waar je komt. Ja. En wat ik fijn vond altijd, dat de groepen, of de mensen die met mij waren, dat altijd heel die laag heel goed in de markt bij de techneuten van het theater. Dan natuurlijk elke dag andere mensen. Maar natuurlijk de verbinding die je moet maken om samen te werken met de theatertechnici en jullie, ja, om er een goede voorstelling van te maken. Ja, dat heb je altijd 's ochtends als je binnenkomt. Ja, dat is het belangrijkste moment. Dan weet je ook gelukkig een beetje wat van dag het wordt. Ja. Maar je moet de hele dag met elkaar samenwerken. In die tijd was het van 10 uur 's ochtends kom je binnen. En onze voorstelling was om 11 uur 's avonds afgelopen. En 12 uur ongeveer afgelopen. Alles weer in de wagen. Ja. Dus je bent gewoon de hele dag met elkaar, trek je op. Ja.
En we hadden nog tijden dat, dat er nog mensen waren, dan kreeg je nog een drankje na afloop. Later de bezuinigingen, was het drankje werd neergezet en iedereen ging naar huis. Ja. Artiesten van Jezus gingen op slot. En we hadden natuurlijk onze favoriete theaters waar het... Stadskanaal, waar je dan... Waar gezellig ja, 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 waar je nog door kon gaan, waar je ook nog seks had. Maar dat is heel lang geleden. Nee, dat is niet waar. Goed. Ruud, namens hoeveel mensen teken je? Bij ons, wij zitten in de Amco Flashlight groep. Maar Amco Flashlight, de verhuurafdeling, heeft 150 mensen in vaste dienst. De Amco Flashlight groep, 300 mensen. Er werken ongeveer 200 mensen freelance bij ons. Maar als je alle licht- en geluidbedrijven bij elkaar veegt, dan praat je over 5000 mensen ongeveer. 5000? 5000 mensen. En als je de freelancers daar nog eens een keer bij optelt die daarvoor werken, dan zit, dat zijn er ongeveer 10. Dus dan zit je op 15.000. Op 15.000 mensen? Ja, ja. En ik wil het even met mensen thuis die denken, ja, hij is wel account manager, hè? Ja, dus jij weet alles van getallen en cijfers. Ja, dat we dat moeten gaan... Je tekent dus namens 15.000 mensen die te maken hebben met cultuur. Ja. En die hopen dat er echt wordt ingegrepen en dat we worden gesteund. Ja, maar licht en geluid dus, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja, licht en geluid, 15.000 man. Juri, waar was je mee bezig toen je moest stoppen in maart? Wat was je op dat moment het project waar je dacht? Dat waren heel veel. Maar ik was volgens mij in de Efteling bezig. Kijk, dat zijn toch prachtige... Met het uitlichten van de sprookjes en voor de zomeravonden. Ja, die zijn gelukkig wel... Het gaat wel weer open. Het is alweer open, maar... Dat doen we ook. En de Efteling is natuurlijk een droomwereld. Ja, ja. En over droomwereld gesproken, we zitten nu op 313.600... Nou, het is helemaal geen droomwereld, het is realiteit. 313.600, er zijn over de 300.000 heen mensen die allemaal steun vragen aan politiek. Help ons. Teken, jongens. En heel erg bedankt dat jullie hier wilden komen. Jullie ook bedankt. Graag gedaan. Okay. Juri en Ruud. Ja. God, echt heel grappig om Juri weer te zien. Dat is echt... Heel grappig. Hoe oud zijn jouw kinderen nou? 20? Jezus. Heb je weer gewonnen. En zijn ze ook in de techniek, of niet? Nee, de jongste doet altijd met muziek. Dus die gaat gewoon lekker door met filmpjes. En heeft zijn eigen UFO-records, platen. Wat grappig. Ja. En de oudste? De oudste doet het laboratoriumtechniek. Oké, gaat ook goed. Ja. En ze noemen je nog vader? Ja. Oké, dat is prima. Fijn. Oh, je hoort helemaal niks, mensen. Ik heb het even over het privéleven van Juri. Juri heeft twee kinderen en het jongste kind zit in de muziek en de oud zit in de laboratoria. Die is bezig met een vaccin te ontdekken tegen corona. Het gaat de goede kant op, zei je. Dat heb je allemaal niet gehoord, maar we gaan eruit komen met z'n allen. En nu gelopen ze in beeld omdat ze geen verstand hebben van techniek.